Een van de vragen die vaak wordt gesteld is: hoe maak je een alert in Xcode? Zo'n apart klein zeg maar, pop-up-venstertje op je iPhone waar wat informatie in wordt getoond. En het probleem is bij alerts dat je ze niet kunt maken met een storyboard. Je moet daar code voor schrijven. Dus ik laat je even zien in deze demo hoe je dat doet. En we maken even een standaard Single View Application. We noemen hem even Alert Demo. Zet hem op het, op het bureaublad hier. En hier hebben we onze standaard viewcontroller. Om even te laten zien dat het ding geladen wordt, geef ik hem even een kleurtje. Of in ieder geval de viewcontroller zelf niet, maar het storyboard. Daar staat die viewcontroller op. Hier heb je hem. En als je één keer klikt binnen in de hoofdview, dan heb je hier bij de Attributes Inspector de mogelijkheid om even een achtergrondkleurtje te geven. We maken hem even zalmroze. Daar staat hij. Zo. Nu in ieder geval een viewcontroller. En hier gaan we een alert op zetten. Nou, zoals gezegd, dat kan niet met de object library. Als je hier zoekt, en je kunt ook hier alert intikken. Dan kom je van een koude kermis thuis. Want er bestaat geen alert alertviewcontrole, die is er niet. Je moet dat in code doen. En uh, om alerts goed te kunnen gebruiken, uh, heb je eigenlijk ook een, uh, wat kennis nodig van een fenomeen dat heet closure. Als je niet precies weet hoe dat werkt met closures, daar bestaan video's over. Dus kijk, zoek dan eventjes naar video's over closure. Maar um, ook zonder closure kom je al een heel eind. Het is niet zo moeilijk om een um, standaard uh, uh, waarschuwingsalertje of zo op het scherm te zetten. Er is trouwens nog één ding um, om te weten: dat is dat alerts en uh, action sheets. Uh, uh, heel erg met elkaar verweven zijn, die zijn verwant aan elkaar. In iOS, zo'n action sheet is zo'n ding wat onderaan naar boven komt zeilen. Ik ga hem zo meteen ook even in actie zien. Uh, meestal om aan te geven dat er van de gebruiker een actie wordt verwacht. Daarom heet het ding ook een action sheet. En die term sheet is afkomstig uit macOS. Daar heb je ook sheets. Uh, een voorbeeld van een sheet is uh, wat je net al zag toen we deze app uh, begonnen te bouwen. Dan verschijnt er opeens bovenaan zo'n sheet. Uh, maar je hebt ook alerts, gewone alerts. En die verschijnen in het midden van het scherm over het algemeen. Uh, iOS bepaalt zelf waar die dingen worden neergezet. En uh, die gebruik je meestal om aan te geven dat, de, dat er zojuist iets is gebeurd waar de gebruiker wat mo over moet weten. Er is daadwerkelijk, er heeft iets plaatsgevonden? Uh, dat um, uh, de, de gebruiker kan beïnvloeden. Met name, er is veel data veranderd of er is iets misgegaan op een server. Uh, het kan een, er kan een verzoek worden neergezet om het opnieuw te proberen. Ja, nee. Maar je gebruikt alerts over het algemeen niet om acties te kiezen. Dat doe je meestal met zo'n action sheet. En je komt ze dus vaak tegelijk tegen. Hè. Eerst een action sheet en dan gaat er iets fout en dan krijg je een alert te zien met de kans om het nog een keer opnieuw te proberen. Maar action sheets gebruik je om de gebruiker naar een activiteit te sturen. Hem te laten kiezen welke dat moet zijn. En alerts vertel je meestal om aan te geven dat er iets ingrijpends is gebeurd. Er is data bijgekomen, er is data verdwenen. Er gaat data verdwijnen als je niet heel erg oppast. Kortom, nee, dat doe je dan eigenlijk wel liever in een action sheet. Zogenaamde destructieve handelingen, die vinden toch vaak weer vanuit een action sheet plaats. Je zult dat zo meteen wel zien in de praktijk, want die wordt eigenlijk redelijk gestuurd door de namen van de diverse parameters en die functies die je nodig hebt om een alert te maken. Nou, hoe maak je nou een alert? We gaan naar de view controller. En wat wij doen is, we laten een alert zien meteen zo gauw de viewcontroller zijn view heeft gekregen en die view op het scherm is gezet. Je wilt hier geen alert laten zien in view did load. Want dan verschijnt hij dwars op, op een zwart scherm. Je wilt dat de view natuurlijk verschijnt in de viewcontroller zelf. En dat betekent dat je hem pas kunt laten verschijnen in view did load. Dus dat doen we hier. Uh, sorry, in een view, dit appear. Een view, dit appear is een van de methodes die wordt aangeroepen zo gauw uh, een view, de hoofdview eigenlijk, van een viewcontrole op het scherm is verschenen. En dit is natuurlijk het moment om die uh, alert te tonen. Gebeurt in dit geval, in deze app, uh, natuurlijk eigenlijk maar één keer. Tenzij je de view eventjes weghaalt uh, door bijvoorbeeld naar het homescherm terug te gaan. En weer terugkomt, dan wordt die opnieuw getoond. Maar je zou ook een tellertje kunnen gebruiken. Een globale variabele waarin je bijhoudt of het ding al een keer is getoond of niet. Of een vlaggetje, een true of false vlaggetje. Maar in dit geval laten we het ding gewoon steeds verschijnen. Die alert, telkens, als de view van onze viewcontroller, de hoofdview, weer verschijnt. Nou, hoe maak je een alert? Nou, een alert is een, uh, is een speciale klas. Uh, uh, alert View Controller heet, of, sorry, alert Controller heet het ding. Dit is hem. Dit is de klas die je nodig hebt uh, om zo'n dingen in elkaar te zetten. En we maken een uh, object aan van die klas of een instance aan van die klas. En dan laten we even naar wijzen door deze constante. Dus we zeggen even Alert View Controller. En uh, welke we nodig hebben, we kunnen er een paar kiezen. We kunnen er eentje maken in een zip, dus in een storyboard. Door een, door een beetje ingewikkeld, maar het zou kunnen. Uh, je zou, uh, waarna je vervolgens van het storyboard afplukt. Maar de makkelijkste manier, zoals gezegd, is het te doen via code. En ook de beste manier eigenlijk via code. Want die dingen heb je zo vaak nodig, daar wil je eigenlijk geen uh, storyboard of uh, eigenlijk uh, nip-ontwerpen voor maken in interface-beelden. Dus dit is de echte manier om te doen. We, maken een, uh, we geven een titel op en de titel is in dit geval bijvoorbeeld Alert. En we gaan eerst even kijken waar wat komt te staan: Alertbericht. En nou komt het. Hier is die Preferred Style. Je kunt hier kiezen uit twee stijlen. Je kunt kiezen uit Action Sheet of Alert. Dat zei ik net al, alert. Zo. So. Oké. Okay. Nu hebben we de alert. Klaar. Nu kunnen we hem laten zien. En uh, hoe laat je zo'n ding zien? Dat is een beetje ingewikkeld, daar moet je aan wennen. Zeker als je ooit eens keer voor de Mac-apps hebt gemaakt. Het werkt hier op een andere manier. Op de Mac heb je de mogelijkheid om het ding te laten zien. Met een show-optie hier. Uh, dat is uh, hier uh, normaal gesproken niet echt wat je wilt doen. Het kan, maar het is eigenlijk niet echt de manier wat je wilt doen. Wat je over het algemeen zult willen doen is dit: zelf present. En dan gaat hij. Je present een view controller. Deze. Een alert. In dit geval onze alert. En je zegt erbij dat we het ding geanimeerd als dat zou kunnen. Alert is waarschijnlijk volgens mij gewoon sowieso meteen op het scherm op het scherm. En hier zit, waar ik het net even over had, die closure. Hier zit code. Die wordt aangeroepen als je dat wilt, nadat de alert is getoond. Let op. Niet, na, niet nadat de alert van het scherm af is. Nee, nadat de alert wordt getoond. En in eerste instantie hebben we dit niet nodig. En je ziet als argument wordt een functietype verwacht, oftewel een closure. Maar het is een optioneel, dus je kunt ook 0 opgeven, dus we geven ook 0 op. Zo. Klaar is kees. Nu zijn we een aardigheid. We hebben nu een, een app geschreven met erin een alert. Er is wel een klein probleem, zoals je zult zien. Deze app wil je, deze alert wil je niet presenteren. Op deze manier aan een uh, gebruiker, want uh, hij kan er niet meer vanaf. We hebben namelijk nog niet opgegeven wat uh, de manieren zijn voor de gebruiker om deze alert uh, weg te krijgen. Kijk, daar is alert, daar staat hij. Dit is dus afkomstig van deze twee regels. We hebben een alert opgegeven als titel, dat is dus de tekst die bovenaan wordt getoond. En alert bericht is de tekst die als toelichting wordt getoond, eigenlijk. Dus dit zijn de standaard properties. Alleen het probleem is dat we uh, hem nog niet af kunnen. We kunnen hem nog niet uh, kwijt. We moeten nog een in ieder geval één, minimaal één actie toevoegen. En die actie die we gaan toevoegen, hier bijvoorbeeld is oké. Okay. En dat doen we als volgt. We maken een actie. De eerste actie. We kunnen, je kunt er ook drie toevoegen of vier. Uh, nee, drie is volgens mij trouwens het maximum. En dat doe je als volgt. Dan gaat hij weer UI alert. En je ziet hem heel staan, action. Deze voeg je toe. Als je op de haakje, het haakje opent, zie je dat je een hele lege action kunt maken. Dan kun je die property zelf instellen. Maar het makkelijkste is natuurlijk deze te nemen. UI alert action. En hier geef je de tekst op die moet worden gedaan. In dit geval bijvoorbeeld oké. Okay, en je kunt hier nu voor een style kiezen. En er zijn er een paar. Je kunt kiezen uit een cancel action. De default, dat is trouwens cancel. En een destructive action. En... Er gebeurt verder nog niks als je hier kiest. Het, laat alleen maar, uh, het, het geeft alleen maar aan hoe de knop of de, de, datgene waar je als gebruiker op kunt uh, tikken, hoe dat eruit moet zien. En destructive wordt bijvoorbeeld rood, ik zal je laten zien hoe het eruit ziet, uh, om aan te geven dat er blijkbaar iets gaat gebeuren waardoor er wat uh, dingen uh, nogal ingrijpend gaan veranderen. Er, er gaat gewoon data verloren, vaak is dat wat een destructive doet. Hendler hier opnieuw, een closure. Dit is de closure die wordt uitgevoerd. Zo gauw de gebruiker oké okay aanraakt. Dus wat we zouden kunnen doen, is hier ook nul van maken. Dan gebeurt er helemaal niks. Maar we zouden ook kunnen zeggen: Weet je wat? We maken even een handler. Daar gaat hij. En uh, je kunt ook zien hier, dat wordt keurig doorgegeven. wat de actie is. waar de, die de gebruiker had gekozen. Dus ik hoef niet vijf handlers te schrijven. Je zou één handler kunnen schrijven voor alle mogelijke buttons die er staan. En deze code wordt uitgevoerd. In dit geval zeggen we gewoon: Er is op oké okay getapt. Zo. Dus deze closure wordt uitgevoerd. Zo gauw de gebruiker deze actie kiest. Je ziet wel een waarschuwing staan, dat is logisch. Want dit is weliswaar een, uh, een constante die we nu hebben gedeclareerd en geïnitialiseerd. Maar hij is nog niet aan de alert uh, gehangen. Dat moeten we nog even doen. En dat doe je als volgt met de alert. Uh, uh, de constante die we hebben, die wijst naar onze zojuist gemaakte alertcontrole. Geven we even de add action op. Kijk, je kunt ook een, 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 de action array zelf vullen. Dat is een array, Het wordt gewoon bijgehouden in een array van uh, UI alert actions. We je kunt hem ook zo doen, dat is eigenlijk makkelijker. Add action, en onze actie heet actie. Zo, en we zouden hem ook even oké okay actie kunnen noemen. Oké okay actie, actie oké okay, noemen we zo, en noem ik deze ook actie oké. Okay. Zo, dan kunnen we zo meteen wat meer acties toevoegen. En laten we eens kijken wat er gebeurt als we deze app nu starten. Kijk, om te beginnen een foutmelding te zien: Alert at action, actie oké. Okay. Waarom gaat dit mis? Dit zou gewoon moeten werken. Even kijken hoor: is dit een foutmelding die hier verschijnt? En waarom verschijnt die precies? Actie oké, okay, je alert in. Er is op oké. Okay oh, sorry, ik zit in een closure. Kijk, dit, is natuurlijk, uh, dit slaat helemaal nergens op. dit. Ik zit midden in de closure, zit ik code toe te voegen? Dit moet natuurlijk hier gebeuren. En dan liefst niet daar, maar hier. Het mag ook hier hè? Want uh, de event loop die is zo snel dat dit, of het nou voor of na de, uh, wordt, na de alert presentatie wordt gedaan, maakt niet veel uit. Maar zet hem maar hier neer. Zo, nu werkt het wel. Kijk, daar is hij. En een rode knop. Zie je dat die rood is? En als je dat drukt. Dan verschijnt hier onderin er is op oké okay, getapt. Waarom? Omdat dat in deze closure staat. Nou, je zag het al. Dit is dus alert. Uh, de andere stijl die er bestaat is default. En dat schrijf je zo: Default met een U. Ja, de default. Je wordt ook paars om aan te geven dat dat blijkbaar een enum is die bestaat. En als we die even checken. Even kijken hoor: Has no member alert? Nou, volgens mij wel. Even kijken of ik hem fout ingetikt. Preferred style. Even kijken wat hier misging. Preferred style. UI alert. Kijk, je kunt het, het mooie is met die. Uh, die um, uh, stijlen, je kunt ze gewoon even zo als property intekenen. Dan kun je gewoon kiezen welke. Ja, die vol bestaat wel degelijk hoor. Zo, dit is hem. Geen idee waarom er net een. Uh, opnieuw hier een waarschuwing. Het hoort eigenlijk niet te gebeuren. Preferred style. Die is er namelijk wel. Versie verdwenen inmiddels. Cannot convert. Even kijken wat de precieze melding is van mijn ding. Cannot convert. Let alert is. Oh, dit is absoluut goed. Hier is niks mis mee. Hm, kan een. Uh, kan een probleempje zijn met Xcode. De manier om dit soort. Je ziet het, er gaat best wel eens wat mis met Xcode. Uh, de manier uh, om een dergelijk probleempje op te lossen is eigenlijk gewoon het ding opnieuw schrijven. En dat doe ik dan vaak. Dan zeg ik gewoon even: Let alert is UI Alert Controller. Daar is hij. En dan haak je openen. En dan krijg je een overzicht te zien. Zo. Ach. Er is helemaal geen fout in Xcode. Ga het gaat lekker bezig en het kn toch knip ik niet in deze video. De stijl van uh, is niet de, de stijl van de alert, maar het gaat natuurlijk om de stijl van de action. Ik moet niet deze stijl veranderen. Dit is de manier waarop de alert wordt getoond. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Hier is niks mis. Dit moet gewoon alert blijven, natuurlijk. Dit is de uh, standaard stijl voor een alert. Nee, we willen de actie aanpassen. Daar is het om begonnen. Die actie, die willen we nu niet langer destructive laten zijn. Die willen we default laten zijn. Dus ik had gewoon de verkeerde te pakken. Ik zit waarschijnlijk al iets te lang naar dit scherm te staren. Nog een keer. Kijk, nu staat er ook geen blauw. Zie je dat? En de derde, en wel de goede pakken, deze is het dus. De derde is cancel. Dat is de derde mogelijke stijl die er is in deze Enum collectie. Het zijn er gewoon Enums. En die is ook blauw. Zie je dat? Het is dezelfde. Dus de default is uh, cancel. Uh, ik zei het net al, je kunt meer dan één button toevoegen, dus je zou bijvoorbeeld uh, kunnen zeggen, weet je wat, uh, even kijken hoor, uh, uh, het, uh, wil, je dat, wil je dat je Mac ontploft? Zo, daar staat hij, en dan geven we twee opties, ja, en die is, uh, uh, die is uh, destructive, destructive, zo, hier zou je kunnen ontploffen. Je zou ook kunnen zeggen: nee, let actie niet oké. Okay. Is UI alert action? Dan gaat hij weer: title, dubbele punt, nee. Style, dubbele punt, cancel. Die wil absoluut niet dat dit gebeurt. En je zou nu nog uh, een uh, actie kunnen opgeven, maar dat doen we niet. Uh, we zeggen gewoon: uh, we zijn klaar eigenlijk. Dit is een behoefte. Je ziet trouwens dat hier um, door automatisch. Uh, Acolades worden gebruikt buiten de, uh, buiten de naam van de methode. Om dit is een manier hoe je closures snel kunt uh, declareren. Maar dit uh, is voor een andere les, namelijk de video over uh, closures. Goed, we hebben de niet-oké-actie, -okay die voegen we ook nog even toe: alert, add action. En dan gaat hij niet-oké. -okay. En de volgorde waarin je ook die actions toevoegt is bepalend voor de plek waarop ze uiteindelijk in de alert verschijnen. Als de actions, let op, dezelfde stijl hebben. Als dat niet zo is. Dan actie niet oké. Okay, heet Dat ding trouwens. Actie niet oké. Okay, actie niet oké. Okay. Als dat niet zo is, als ze een andere stijl hebben, dan wordt er een, door iOS een vaste volgorde getoond. Die zul je zo meteen zien. Dus nogmaals, de stijl van een actie bepaalt op welke plek die wordt getoond. Als meer acties dezelfde stijl hebben, dan wordt de plek de, de positie in je code bepalend. Maar in dit geval komen ze altijd op dezelfde plek te staan, namelijk de ja-actie altijd rechts en de nee, de escape actie altijd. Nee. Oké, okay, je ziet het ja is disruptief. Dat kun je zo zien. Nee, is dat niet. Aan nee, hangt ook geen handler. Dus er gebeurt verder. Helemaal niks. Ah ja, hing wel een hendel. En dit soort dingen uh, is normaal gesproken natuurlijk het gevolg van een action sheet. En ik uh, laat je verder nu niet uh, heel uitgebreid zien hoe het werkt met die action sheets. We houden het even beperkt tot een heel simpel iets, namelijk de stijl van deze alert. Waar ik net de mist in ging, weet je nog? Toen ik hier bijvoorbeeld begon te tikken, cancel en zo. Dit is de stijl van de alert, dus een alert-stijl. En de andere die je kunt kiezen is action sheet. Kijk deze. En kijk wat er gebeurt. Hier verschijnt nu onderin uh, in plaats van bovenin een lijstje met mogelijke opties, namelijk de eventuele action sheet opties. Maar ik zeg er wel bij: die gebruik je niet voor bevestigingen ja, nee en zo. Dit is niet waar je ze voor gebruikt. Meestal zet je je dingen neer als uh, 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 laat Mac ontploffen bijvoorbeeld. Hè. Dus die staan echt de acties genoemd en niet een ja, nee antwoord. Vaak is wat hier staat aanleiding tot bijvoorbeeld het verschijnen van een alert. Maar je ziet die even nu als action sheet. En uh, je kunt hier zoveel acties tot een bepaald maximum, volgens mij zijn het er vier. Uh, aan toeval, als je zelf wilt, en die acties hebben dus ook weer een destructive, een cancel of een default status. En je ziet met één. Uh, uh, verandering van een enum waarde deze, de uh, action sheet waarde of de alert waarde, schakel je heen en weer tussen alerts en action sheets. En bij elke actie hoort een handler die je kunt laten afhandelen door een closure te schrijven. En bij de alert zelf hoort ook een handler die je kunt laten, uh, ver, die, die wordt uitgevoerd zodra de alert is gepresenteerd. En je kunt natuurlijk als je absoluut geen buttons wilt gebruiken, geen acties, kun je natuurlijk ook een timer neerzetten die tegen de uh, alert zegt van, dismiss jezelf maar, je bent niet langer nodig. Maar dat is niet zo prettig. Uh, hoe minder je je gebruik confronteert met uh, dingen waar hij verder niks aan uh, kan doen. He, dus hij moet gewoon zitten wachten. des te beter het is. Dat wil je liefst niet te vaak. En nog één dingetje: een alert is eigenlijk gewoon een viewcontroller. Een complete viewcontroller. Hij beschikt ook over een view. Je kunt er ook subviews aan toevoegen. Dus je kunt er allerlei dingen mee uithalen. Maar pas op, uh, daar zijn ze niet voor bedoeld. Apple vindt dat niet zo prettig als je allerlei uh, dingen gaat doen met alerts. Dus gebruik ze eigenlijk daarvoor waar ze voor bedoeld zijn, namelijk om korte informatie te presenteren. En gebruiken om actie te vragen. Als je meer wilt weten over Swift en over het maken van apps in deze nieuwe programmeertaal, dan is deze website wellicht iets voor je. Je vindt er ook een forum waar je terecht kunt voor vragen en antwoorden over deze video en over alle andere video's die ik heb gepost. En als je je kennis over Swift wilt verdiepen en zo snel mogelijk je eigen eerste apps wilt kunnen bouwen, dan is dit e-book, het e-book dat je zoekt. Bedankt voor het kijken naar deze video en ik hoop je terug te zien op de iOS Academy.